Goedendag. Op 16 maart kunt u weer stemmen voor de gemeenteraad. Laat ik mij kort voorstellen. Ik ben Jelle Heimersen, de lijsttrekker van het CDA. Ik woon met mijn vrouw en kinderen met veel plezier in het Hansenpark. De afgelopen jaren heeft het CDA zich op constructieve wijze ingezet voor onze stad. Mede door ons initiatief is bijvoorbeeld de overhaaste bezuiniging op de huishoudelijke hulp stopgezet. Is er budget gekomen voor een grote, moderne nieuwe sporthal. En kunnen we in ons stadshart en ledencentrum genieten van mooie muurschilderingen. Ook wel street art. De komende jaren wil het CDA weer voor jou inzetten. We maken keuzes op basis van christelijke grondslagen. We kiezen voor een samenleving waarin ieder mens telt. En waarin, waar mogelijk, we verantwoordelijkheid nemen voor onszelf. Maar ook oog hebben voor elkaar. De overheid is een schild voor de zwakken en dienstbaar voor haar inwoners. Wat willen wij bereiken? Een betaalbaar thuis voor jongeren, gezinnen en senioren. Hier is een groot tekort aan en betaalbaar wonen is een recht. Dus de schop moet vaker en sneller de grond in. Woningbouwplannen van een groep inwoners vinden wij waardevol. Hiervoor willen wij grond beschikbaar stellen. Zorg. Zorg is beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar. De huishoudelijke hulp willen wij versterken. En als jij zorgt voor een ander, dan krijg je goede ondersteuning. Wij pleiten voor een mantelzorgmakelaar. Die helpt bij allerlei regeltaken. Ook komt er een lokale ombudsman die onpartijdig klachten onderzoekt. Wij nemen samen stappen in de overgang naar schone energie. We laten hierbij geen mensen in de kou staan. De overstap moet betaalbaar en haalbaar zijn. We helpen daarom waar nodig met de isolatie van je woning en zullen gemeentelijke plannen kritisch beoordelen. Sport. Het CDA heeft zich de afgelopen jaren steeds weer ingezet voor sport. Enorm belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen en in strijd tegen overgewicht. De komende periode moet daar nog echt veel meer in worden geïnvesteerd. De nieuwe sporthal komt bij het Porteum. Wij willen niet dat onze leerlingen zich helemaal door Lelystad moeten verplaatsen voor hun gymles. Blij zijn wij met onze ondernemers. Zij zorgen elke dag opnieuw voor innovatie en banen. De gemeente versterkt daarom de samenwerking met hen en gaat stevig meer bij hen inkopen. Ik heb verteld wat wij willen bereiken. Doet u mee met ons verkiezingsprogramma Samen Sterken? Kunnen we samen met u het verschil maken. Stem daarom 16 maart op CDA Lelystad.